Ton Hardeman, we staan hier voor een van de schilderijen die je exposeert bij 50 pk. Dit is een van de meest kleurrijke, maar waarom schilder je zo donker? Ik vind zelf niet dat ik donker schilder, maar kennelijk is het wel zo. Maar het is een fascinatie die ik heb voor kleuren die dicht bij elkaar zijn. En dan kom ik automatisch kennelijk terecht op donkere kleuren. Maar ik herhaal dat ik het zelf dus niet zo ervaar, ja, dat er donkere kleuren zijn. Oké, maar in de biografie die ik gelezen heb staat wel schemering, avond. Daar heb je wel een voorkeur voor. Nou ja, dat stukje heeft Rinke geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een beetje goedkoop, maar hij kwam via de kleuren die hij misschien ook wel donker vond op We houden van de nacht. En uiteraard is het ook wel zo dat ik van de nacht hou wat betreft als het donkerder wordt, als het schemerig wordt, dat de kleuren naar elkaar toe gaan. Ik heb heel veel tochten gelopen, wandeltochten zal ik maar zeggen, waarbij dat gebeurt. En het fascineert mij inderdaad. Ja. Het valt me ook op dat je een hele brede, donkere, zwarte penseelstreek hebt, ook om contour aan te geven bijvoorbeeld. Dat varieert heel erg. Ik ervaar dingen heel anders, maar het zij zo, zeg ik dan maar. Als mensen mijn werk donkerder vinden, ik heb ook gehoord dat mensen mijn werk steeds kleuriger vinden. Want mensen raken natuurlijk gewend aan het feit dat ik vrij donker schilder. En deze mensen zien in, bijvoorbeeld in dit schilderij, wat ik later nog iets donkerder gemaakt heb, hier, vooral hier bovenin, die ervaren nu dat ik hier meer kleur in gebruik heb. Maar dat komt, denk ik, dat het op één stuk meer geconcentreerd is, dat je weer een zonsopkomst of zonsondergang hebt. Dat maakt niet uit, maar het is meer geconcentreerd op één plek en daardoor lijkt het of het gewoon nu meer kleur bevat. Ja, die vogels zijn veel groter weergegeven dan de mensen die naar de vogeltrek zitten te kijken. Klopt, maar ik wilde die vogels dusdanig belangrijk maken als het al vogels zijn, dat het wat mij betreft niet opvallend genoeg kan zijn wat betreft de formaat, maar de kleuren zoeken nog steeds de achtergrond. Wat kunnen we hier nog meer zien van werk van je? Ik heb een kruispunt gemaakt wat in feite een kruisiging is in combinatie met de luchtlanding die hier in Ede ieder jaar plaatsvindt. En de combinatie daarvan geeft een dramatisch beeld van iets wat uit de lucht komt en wat ook een bepaalde dreiging uitstraalt. Nou ja, en de kruisiging, hoef ik niks over te zeggen, dat is het meest dramatische wat in het Bijbelse gebeurd is. En we zijn hier natuurlijk in de Bijbelbelt, dus het is wel een heel toepasselijk schilderij en het is ook bijna Pasen overigens. We staan hier voor de kruisiging en het is heel goed te zien, de drie kruisen. Maar het valt me op, er staan ook andere dingen op, behalve dus de vliegtuigen, een paar statisten, een auto en een vis. Een vis is ook een christelijk symbool. Klopt, ik heb ook een schilderij met de zogenaamde loopvis, die ik zelf een beetje bedacht heb, omdat het een, het pakte zo uit dat het een vis was die ook poten had. Dus ik heb de loopvis genoemd. En hier is ook een loopvis te zien die met opgeheven handen loopt en die erg vrolijk is dus over dit spektakel. Er hangen slingers in en er zijn bloemkelken in te zien.
Dus was er wat mij betreft geen plaats meer voor parachutisten, want dat werd echt te vol. Maar ik vind het ook geen probleem, want de dreiging van de overvliegende vliegtuigen was voor mij sterk genoeg. En je komt trouwens ook uit Ede. Ik kom ook uit Ede. Ik ken je al wat langer. En ja, je hebt het over de kruising, dat sluit mooi aan bij het werk van je collega Rinke. Want ja, ik zie daar pieta's en ja. Christuskoppen. En... Ja, Rinke heeft allerlei achtergronden, betekenissen, dubbele bodems, die alles te maken hebben met religieuze voorstellingen, ervaringen. En het gaat voor hem heel erg diep wat betreft dat hij er ook weer de gek mee steekt. En, een diepere betekenis aangeeft en anderzijds ook een beetje de draak steekt. Dat valt mij ook wel. En de combinatie met de kruising en de luchtlanding te Ede is eigenlijk iets soortgelijks. Want het kan niet, maar het is allebei wel heel dramatisch en het beeld is wel sterk, hoop ik.